Sammy, we zijn vandaag in de raadzaal bij de gemeente. De kindergemeenteraad is bij elkaar geweest. Wat is dat nou precies, die kindergemeenteraad? Een kindergemeenteraad is een organisatie dat probeert Schiedam een betere plek te maken. En wat doen jullie dan allemaal daarvoor? Nou, we broeden ideeën uit, zodat we die kunnen vertellen aan mensen, zeg maar. En die mensen kunnen dan ook ons weer nieuwe ideeën geven. En die ideeën kunnen we proberen echt waar te maken. Maar jullie broeden ideeën uit. Zijn jullie dan altijd maar eens met elkaar? Nee, daarom hebben we wel ook soms wel discussies. Maar heel vaak komen we wel even uit. Wat vinden kinderen nu belangrijk op het ogenblik in Schiedam? Nou, de vervuilingen en de CO2. Waarom doe jij eigenlijk mee? Omdat ik het een gezellige organisatie vind. Ik vind zelf ook dat er best wel veel zou kunnen veranderen. En ik vind dit ook heel leuk om te doen. Dan gaan we straks de wethouder interviewen, hè, want dat hoort bij politiek. Journalisten moeten wethouders interviewen. Hoe belangrijk denk jij dat het is dat er journalisten zijn? Ik denk heel belangrijk, want hun zouden al die dingen, dat wij dan al die plannen, zouden hun waar kunnen maken en ook andere mensen mee kunnen inspireren. Maar men zegt wel eens, kritische journalisten, dat vinden de politici niet fijn. Ja, klopt. Maar daarom proberen we ze ook wel te overtuigen. Net als hier net in de Alaida-zaal, had hij over de auto delen, dat hij dat niet zo graag wou. En probeerden wij hem daarover te overtuigen. Ten slotte, de mensen in Schiedam die mopperen wel als ze zeggen, ja, die politici die luisteren toch niet naar ons. Hoe belangrijk is het dat ze dat toch gaan doen? Nou, eigenlijk heel belangrijk. Want zoals er daarnet werd gezegd, er is geen planeet B. Als wij zo dan door blijven gaan, dan denk ik niet dat het goed met ons zal komen. En ook niet met onze kinderen. Als wij blijven vervuilen. De kindergemeenteraad is bij elkaar geweest. Wethouder Erkin is erbij geweest. Hoe kritisch is die kindergemeenteraad nou eigenlijk volgens u? Nou, de kindergemeenteraad was zeker kritisch, maar ook constructief. En ik heb vandaag echt heel veel leuke adviezen gehoord waar ik als wethouder in dagelijkse werk mee aan de slag ga. Ik hoor wel veel open deuren. Valt dat u ook op? Nou, volgens mij wat de kinderen van de kindergemeenteraad proberen te doen, is dat ze voor de lange termijn proberen na te denken en juist bij zichzelf beginnen. En niet bij hele grote maatregelen, maar juist bij hele kleine maatregelen die effectief zijn. Dus ik vind dat eigenlijk wel de juiste strategie. Wat hoort u nou voor nieuws in deze gesprekken? Ik hoor heel veel enthousiasme bij kinderen en dat is volgens mij het allerbelangrijkste. En ik hoor her en daar ook wel een aantal leuke ideeën, zoals dat iemand zegt van, ik ben ook eigenlijk wel blij om mijn kamer bijvoorbeeld met iemand te delen. Maar als ik nou naar deze kinderen kijk, dan denk ik van, je moet toch lekker buiten gaan spelen? Ja, ik denk dat deze kinderen ook heel graag buiten spelen. Ook ik heb ook gehoord dat deze kinderen heel veel aan moestuinen doen en heel veel bezig zijn met groen. Maar ze houden zich ook bezig met de toekomst van Schiedam, want dat is volgens mij alleen maar goed. Dan hebben ze goede ideeën. Zou het geen idee zijn om twee leden af te vaardigen en dan maar met jullie mee gaan vergaderen? Dat is misschien een leuk idee die je zomaar even oppert. Wat in ieder geval belangrijk is, dat we denk ik in gesprek blijven. De kindergemeenteraad onderling, maar ook met het college. Maar wat wij in ieder geval vanuit het college doen, dat wij de adviezen, dat hebben we ook bij de eerdere adviezen gedaan, van de kindergemeenteraad ter harte nemen en meenemen in de keuzes die we maken.